Als ze de beelden bestuderen, dan zien ze hier in de McDonald's twee mannen zitten. En die zitten liefst 50 minuten te wachten totdat Peter R. de Vries na de uitzending van RTL Boulevard uit deze deur loopt en dan vervolgens in de richting van de parkeergarage wandelt. En wat dan opvalt, is dat de twee mannen achter hem aangaan met hun telefoon in de aanslag. Wat het Openbaar Ministerie betreft is het duidelijk, die hoorden erbij, die wisten wat er stond te gebeuren. Er is gewoon een afspraak met hen gemaakt dat zij die beelden zouden maken. Het zal in de eerste plaats bedoeld zijn geweest om de opdrachtgever te laten zien dat de missie was geslaagd. Maar toch zeker ook om de samenleving te laten zien van, als je onze organisatie dwarsboomt, is dit wat je te wachten staat.